Goedemiddag mensen, het is 17 juli. Vandaag was ik weer landelijk in het nieuws. Op een negatieve zin natuurlijk. Zoals altijd, maar daar lig ik niet zo wakker van. Het ging erover dat er criminelen zich als weldoeners voordoen. En dus crimineel geld witwassen. Nou, ik weet niet hoe wit geld moet zijn, maar witter als mijn geld kan het niet meer worden volgens mij. Want anders... Dan staat er niks meer op de biljetten, denk ik. Maar ja, het zal allemaal wel. En er is een onderzoek gedaan naar het winnen van de staatsloterij. Nou, ik weet niet welk onderzoek men gedaan heeft. Maar ik kan dus wel vertellen dat waar ik het staatslot gekocht heb, nog nooit iemand geweest is om te vragen of ik dat staatslot gekocht heb. Dus welk onderzoek? Ik denk dat het een beetje oud zeer is van bepaalde mensen. Maar dat zal altijd wel zo blijven. En dan zijn er journalisten die zich journalist noemen en alles klakkeloos opschrijven. Weet je wat ik wou? Ik wou dat er een journalist was met ballen. Hè, die is ging onderzoeken wat er in de subsidie omgaat en wat daar gefraudeerd wordt en wat daarvan terechtkomt. Hè, je hebt in Breda heb je ook organisaties die 100.000 euro's per maand krijgen waar geen flikker van terechtkomt. Terwijl je met veel minder geld veel meer kan bereiken. En omdat ik die dingen al 5 jaar laat zien aan de gemeente en in men er nu achter komt dat het ook zo is, wordt men een beetje bang of zo. Omdat ik gewoon de dingen aantoon dat je met echt 10% van wat er uitgegeven wordt aan jongerensubsidies in Breda, 10% van dat bedrag bereik je meer mee als wat er nu bereikt wordt. En dat heb ik ze even op de bord gelegd. En sinds mijn documentaire op Netflix is, ja, merk je ook wel heel veel. Probeer men langs alle kanten onderuit te halen vanuit het systeem. Hè? Dat is logisch, want je schopt een beetje tegen het systeem aan. Hè? Dat kan niet. Hè, ik heb de belasting, de sociale recherche, de gemeente. Noem maar op. Hè? Dat is continu probeer men van alles te vinden om het maar onderuit te halen. Nou staan er weer een mooi stuk in de krant. Maar ja, ik denk maar zo, negatieve reclame is ook reclame. Tot ziens!